Wat een saai schoolplein hebben we. Alleen maar tegels, bah. Geen leuk klimmeren, echt saai. Met dit filmpje wisten de leerlingen van de Dom Helder Camara Basisschool de jury te overtuigen waarom juist zij een schoolplein 14 moeten krijgen. De school is daarmee de winnaar van de prijsvraag die de gemeente Groningen had uitgeschreven om zo'n sportief schoolplein te winnen. Kenderburgemeester Javano Zwiers reikte de prijs vanochtend uit, samen met onder andere wethouder Paul de Rook en donorbasketballer Arvin Slachter. De wethouder was tevens een van de juryleden. Waarom sprong deze school er nou echt bovenuit? Nou, ze hadden een heel leuk opgezet filmpje hadden ze, waarin er werd gedanst, er werd gesport. Ze maakten ook eigenlijk duidelijk van, nou ja, waarom heeft deze school dat nou echt nodig? Waarom is dat schoolplein nu saai en wat zouden wij allemaal kunnen doen als wij een fantastisch nieuw schoolplein hadden? En dat was ontzettend leuk om naar te kijken en overtuigde ons denk ik allemaal als jury. En ik hoorde net al, het is uw oude basisschool. Heeft dat stiekem nog een beetje meegespeeld? Nee, dat heeft niet meegespeeld. We hebben dat eigenlijk, ze waren volgens mij de unanieme stem van de volledige jury van vijf. Maar het was wel heel leuk om hier een keer terug te zijn. Na 20 jaar telde ik net op. De kinderen van de Dom Helder Camara school mogen het nieuwe schoolplein nu zelf gaan ontwerpen. Wat hadden jullie verwacht dat jullie zouden winnen? Nou, we hoopten het wel, maar ik had niet echt verwacht dat wij de allerbeste zouden zijn. In het filmpje maken jullie duidelijk waarom jullie een nieuwe schoolplein willen hebben. Kun je nog eens vertellen waarom jullie een nieuwe schoolplein willen? Nou, we hebben in totaal 2 klimrekken en eentje is het hout helemaal kapot. Er zit een gat in. Ja. En nu mogen jullie straks zelf een schoolplein ontwerpen. Wat moet er allemaal komen volgens jou? Nou, we moeten wel heel veel... We kunnen nog meer doeltjes voor voetbal doen en ja... En heb jij misschien nog een idee? Misschien meer materialen om gewoon buiten te gebruiken. En qua sporten, wat lijkt je leuk? Ja, voetbal, maar misschien basketbal, daarvan nog iets. Ook volgens directrice Joyce Mollema is een nieuw schoolplein hard nodig. We hebben eigenlijk vooral heel veel tegels. En gelukkig een aantal ouders die ieder jaar weer opnieuw allemaal mooie tekeningen maken op de tegels. Zodat er nog iets van spel mogelijk is. We hebben een aantal klimrekken staan die verre van aantrekkelijk zijn. Dus we zijn ontzettend blij met dit schoolplein. En hier hadden we eigenlijk ook de hoop op toen we het filmpje mochten maken. En toen het ingestuurd werd. Dus heel blij. Want jullie waren ook eigenlijk al van plan het schoolplein aan te gaan pakken, of niet? Ja, dat klopt. We zijn sinds de zomervakantie aan het nadenken met een grote club ouders om het schoolplein aan te gaan pakken. Daarin zijn financiën altijd wel belangrijk, maar ook goede ideeën belangrijk. En dat blijven we ook nog doen voor de rest van het schoolplein. We hebben een heel groot schoolplein. Maar dit helpt ons wel ontzettend om het stuk bewegen en sportiviteit heel goed voor elkaar te krijgen hier op ons schoolplein. De scholen die niet hebben gewonnen, maar wel een filmpje hebben opgestuurd, krijgen allemaal een waardebon van €500 om te besteden aan speelmateriaal.